De Hagering Bank heeft in het boekjaar 2017 een winst van 54,7 miljoen SRD gemaakt. Het resultaat is volgens de directie tot stand gekomen in een klimaat van een wisselende economische onevenwichtigheid en aanhoudende teruggang bij ondernemingen die op de binnenlandse markt gericht zijn. De directie heeft gisteren in de algemene vergadering van aandeelhouders verslag gedaan over de ontwikkelingen binnen de bank. De algemeen directeur van de Hagering Bank, Jim Boussaid, die zegt dat de balans totaal of bedrijfsomvang van de bank in 2017 met 23% is gestegen tot 4,34 miljard SRD. Deze groei heeft zich ook in de eerste helft van dit jaar voortgezet, zegt Boussaid. Het is een mooie mijlpaal en we zijn blij daarmee. Ook de winst is gegroeid. Dus we zijn erg tevreden. We hebben daar verslag uitgebracht gisteren aan de aandeelhouders die ook erg tevreden waren. Ook tevreden waren met het dividend dat we hebben uitgekeerd. Ten aanzien van het vasthouden van de 19 miljoen euro door de Nederlandse douane, zegt Boussaid dat de effecten hiervan zijn opgevangen door de centrale bank die de banken het geld heeft teruggegeven. Hierdoor kan het betalingsverkeer in euro's tot eind van dit jaar ongestoord plaatsvinden. Ook de daling van de eurokoers heeft volgens Boussaid niet veel invloed op de bedrijfsvoering van de bank. Heeft het beïnvloed? Mogelijkerwijs wel. Onze treasury business aan een verkoopvreemde valuta. En het feit dat er dus stortingsbeperkingen zijn en nou hele harde eisen ten aanzien van de herkomst. Zie je dat in het eurobedrijf mogelijkerwijs een zeker terugval plaatsvindt. Ik hoor ook dat vanuit het bedrijfsleven dat het ook een implicatie heeft op hun omzet. Het euroverkeer loopt moeilijker, waardoor de vraag uit hoofden van euro-inkomsten van Surinaamse burgers, dat die vraag terugloopt, waardoor de omzet van het bedrijfsleven wat terugloopt. Dus ik hoop dat deze zaak snel wordt opgelost, omdat het toch wel hele negatieve effecten heeft op de Surinaamse economie. Dus ik hoop dat die zaak snel wordt opgelost. Hagering Bank directeur Jim Boussaid. Hij geeft verder aan dat de bankdirectie in 2017 intensief overleg heeft gevoerd met de minister van Financiën Gilmer Hoefdraad als vertegenwoordiger van de grootaandeelhouder over de afbouw van haar aandelenbelang in de bank. Dit heeft geleid tot het besluit dat de participatie van de staat Suriname in het aandelenkapitaal wordt teruggebracht van 51% naar het in de wet vastgestelde maximum van 20%.